Nou, ik denk dat de evangelische beweging iets biedt aan mensen wat misschien de traditionele kerken... die zijn ook nu aan het veranderen, want er is echt een evangelicalisering die aan het plaatsvinden binnen de kerk in Nederland. Maar die mist dat misschien wel. En een van de dingen is de persoonlijke relatie met God. De evangelische beweging is natuurlijk heel sterk van God is niet alleen een God van het collectief, mm-hmm. maar jij als individu. Kunt een persoonlijke relatie met God hebben. Hebben we allemaal termen voor. Jezus in je hart. De Heilige Geest die in je woont. Persoonlijke relatie met God. Je kunt Gods stem verstaan. Dus dat hele persoonlijke. Het individu, dat past natuurlijk in onze tijd. We zijn een individualistische maatschappij. Dus daar sluit de evangelische beweging heel goed bij aan. Wat ook krachtig is aan de evangelische beweging, dat we ons heel goed aansluiten aan waar de doelgroep is. We zijn voortdurend bezig van hoe houden we het woord centraal, maar hoe kunnen we experimenteren met onze vormen. Oh ja. Dus dat zijn hele krachtige dingen mm-hmm. in de evangelische beweging. En als je het dan hebt over persoonlijke relatie met Jezus en Gods stem verstaan, dan spreek je uit ervaring. Ja. Dat heb jij ook allemaal daar ontdekt. Tuurlijk. Ja. Ja, ik heb toen ik 4 was, heb ik mijn hartje aan de Heer gegeven op de zondagsschool. En toen ik 6 was, want dan denk je, heb ik het wel echt gedaan. En toen ik 7 was, en dan ga je naar de landdag in Velsen. Dan kwamen al die evangelische, traditionele evangelische gebouwen bij elkaar. En heb ik opnieuw mijn hart aan de Heer gegeven, meerdere keren. En dan wordt verteld, Jezus woont in je hart. Je kan Gods stem kun je verstaan. God wil tot je spreken. God wil een persoonlijke relatie met je hebben. Dus God is niet ver weg, maar God is heel dichtbij voor jou als individu. Want je bent een geliefde zoon, een geliefde dochter van de Vader. Ja. Dat is ook een hele mooie, krachtige boodschap. En ik denk dat de evangelische beweging een heel sterk verhaal heeft. Mm-hmm. Dus ik heb echt nagedacht, hoe kunnen we nou dit verhaal, wat wie God is en wat Jezus heeft gedaan, aan mensen vertellen? Mm-hmm. In een paar korte zinnen, zodat het ook overdraagbaar is. Ja,